is druk zo van. Ah, Luxje, geef een applaus voor onze meter en Peter, Wendy van Wanten en Lucas. Ja, wie is dat achter je? Je klap is te groot en ik wil ook horen. Luxje, welkom. En mooie ontstaande. We zijn aan het werk, bro. We gaan nu over naar de eerste maatjes. We hebben een beetje gezeurd vandaag, maar dat komt omdat we primetime gingen op de journaals. Dus, maar ik ga eerst woord geven aan onze burgemeester Bart Tommeren. Alsjeblieft, burgemeester. Ja, ik zal niet zoveel zeggen, want ik heb weinig stem. Maar het is natuurlijk weer hoogdag vandaag. De maatjes zijn aangekomen. En we zijn niet te vroeg van jaar, Glenn, we zijn ouder. Dat betekent dat ik het weerbericht een keer goed bekeken heb. En de volgende 5 dagen gaat dat hier fantastisch weer zijn. Met een blauwe hemel en veel zon. En vooral lekkere maatjes. Bij deze, windietje. Ja, mijn schat. Wij doen het elk jaar een keer samen, hè? Wij doen het elk jaar samen. Ik heb de opdracht gekregen van de voorzitter van het maatjescomité, meneer Dan Groen, om een maatje in uw mondje te laten glijden. Ik kan alles af. Dat zit los in een decolleté, maar een doe het. Opgelet mensen, Windietje gaat het eerste maatje verorberen. Ja, George is er weg, hè? Ja. Oh. Lekker. Luxe? Ja. Komt er ook voor een keer, alsjeblieft. Wat een pink. En dan is het laatste waar, hè? Ja. 4-4-6. Voilà, het maatseizoen is geopend. Voilà. Dus de nieuwe Hollandse maatjes zijn terug aan wal. Welkom onze hoofdsponsor Alain de Lange, ook gemeenteraadslid Jean Crombie, ook welkom. Maar ik kan het ook nog eenmaal bedanken, dat is iemand van de Nederlandse ambassade, van het ministerie van Landbouw. Welkom om hier in onze mooie stad aanwezig te zijn en om heel de dag hier mee te lopen met ons. Ook Jan Wuitens, wel gekend bij bepaalde mensen, van de revue en zijn zang natuurlijk. Nu, de eerste vraag, Wendy. Wendy'tje, hoe smaken ze? Ah, het is aan mij. Fantastisch. Hè? Ik kijk er elk jaar naar uit. Het is niet te geloven, maar het is al heel dit slecht weer. Maar als wij naar buiten komen met de maatjes allemaal, dan is het altijd prachtig weer. En fantastisch. Ze zijn zeer, zeer stief goed. Moet ik hier al klappen? Nee, dat is juist. Maar het is een fantastische organisatie ook. En ik vind ook dat je ook een daadapplaus verdient. Van de maatjes Glenn Dan Groen en zijn medewerkers. Geef ze allemaal een duidelijk applaus! Dank u wel. Gaan we naar onze Peter aan. Luxje, wat vind je ervan? Ik vind het schoon weer. Nee, het is echt, want onze Windy heeft gelijk 100%. En onze burgemeester ook, ze zijn niet lekker. En dan zeg ik niet lekker, maar dit jaar zijn ze uitmaakt. Ze zijn echt niet goed. Ja, uitmaakt. Heel lekker. Heel lekker zijn ze. Maar hebben ze een jaar laten rijden, hè? Dus dat hoor, is een beetje dekker. En burgemeester, als laatste, uw mening? Dat kan ook niet anders. Vorig jaar was het een beetje tricky. Ja. Van deze keer zijn ze vers, leefde vers. En volgens mij zijn ze veel beter dan vorig jaar. Dus, ik hoor dat ze maar beter zijn. Proficiat. Merci, we hebben ook een applaus voor de burgemeester Bart Tommeren. Dus, het is nog niet gedaan, we hebben nog een feest. We hebben hier nog de Melody Makers en de Cocktailband featuring Stoffel. Dus de nieuwe maatjes zijn verkrijgbaar. Geniet ervan. Hij heeft nog allemaal applaus hier de genodigden hier op het podium. Dank u wel. We hebben er drie nodig en we